En minister Jeremy Randa van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée gesproken over de vorderingen van de commissie Zwaar Transport over de Wegen. Miranda ging in op vragen van parlementariërs die meer informatie wilden over de taken van de commissie. De commissie is in januari geïnstalleerd en bestaat uit leden van verschillende ministeries. Zij is belast met het treffen van maatregelen om beschadiging van zand- en asfaltwegen door overbelasting tegen te gaan. De commissie die heeft grotendeels werk gedaan en er zijn wat aanbevelingen gedaan die dus naar het ministerie zijn toegestuurd. En daaruit zijn er een paar die wij nu aan het voorbereiden zijn. Geeft aan dat al het zwaar transport boven de 8 ton tot een maximum van 12 ton waarschijnlijk op bepaalde wegen toegestaan gaat worden. Daarvoor zou die wetgeving veranderd moeten worden, mevrouw de voorzitter. En boven de 12 ton, en we praten specifiek over de wegen die berekend zijn op 13 ton als last, dat we daar boete gaan heffen op het overladen van de voertuigen. In dat kader zijn we bezig om een paar voorstellen voor te bereiden, zeker naar de houtsector toe, waarbij we dus gaan aangeven de hoogte van het aantal houtblokken dat opgeladen mag worden, de uitsteek van de houtblokken, die niet meer dan een meter gaat mogen zijn. En we moeten ervoor zorgen dat de configuraties die aan de bedrijfsvoertuigen worden toegepast, die hout transporteren, dat we dat verboden stellen omdat het voertuig daarop niet berekend is en dat geeft een dusdanig gevaar op de wegen. De minister zegt verder dat de wet zwaar transport aangepast dient te worden omdat die is verouderd. Miranda gaf ook aan dat personen aan hun voertuigen gaan sleutelen om meer te kunnen vervoeren. Volgens de bewindsman is dat verboden en zijn de voertuigen bovendien niet daarvoor bestemd. Zware boetes zullen opgelegd worden aan personen die de wet overtreden, zegt Miranda. We gaan, en we zijn nu op het ogenblik bezig om bepaalde wegen waar langs het zwaar transport gaat, weegbruggen en weegmatten aan te schaffen, waarbij er een constante controle en samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie gehouden gaat worden. En dus erop gelet gaat worden dat als men overlaat, dat er maatregelen genomen worden. Maar nogmaals, mevrouw de voorzitter, we zouden dus een totale verandering van die wet moeten voorstellen. En daar is het ministerie nu bezig om voor te bereiden om aan uw college aan te bieden. We zullen na het aannemen van die wet, omdat u weet, de wet die het gewicht van 8 ton aangaf, is een zeer oude wet. Bepaalde wegen gaan wij niet naar 12 ton kunnen brengen, mevrouw de voorzitter, want die zijn nog de oude wegen. Dus op die wegen blijft die aslast van 8 ton wel van kracht. Bepaalde zelf 4 ton, vooral de zandwegen. Maar het is een samenspel tussen het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, het ministerie van Justitie en het ministerie van RO, de desbetreffende districtscommissarissen, GPK's, iedereen wordt erbij betrokken, want controle kan je alleen maar uitvoeren als alle sectoren erbij betrokken zijn. Aldus minister Jeremy Randa van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblée waar hij inging op vragen van parlementariërs die meer informatie wensten over de taken van de commissie Zwaar Transport.